Is het je ook al opgevallen dat veel mensen meer en meer bewust zijn dat ze midden zitten in een historische omwenteling, een historische transitie, die loopt over 50, 100, 200 jaar. En we zullen er in de volgende decennia nog veel van horen. Het is de transitie van een industriële organisatievorm naar rationele planning, met bureaucratie, met regels, controle, naar een organisatievorm die gebaseerd is op de mens als levend wezen die kan coöperatief samenwerken, die organische processen gebruikt om leiding te nemen. En allicht zullen in de toekomst die twee samengaan. Een aantal rationele manieren van planning zullen behouden blijven en toegevoegd worden aan die nieuwe manieren van organiseren. Die transitie die is volop aan de gang. Maar heel veel mensen zijn zich net niet bewust dat een concreet fenomeen daar onderdeel van is. Het, het, het transitiebewustzijn is een algemeen gevoel. En mijn bijdrage is om te laten zien dat ook in concrete fenomenen en uitdagingen. er eigenlijk aan transitie gedaan wordt. En dat geeft dan veel meer rust en neemt onzekerheid weg. omdat het een onderdeel is van een historisch proces. Ik geef drie voorbeeldjes. De kritiek die professionals hebben op leiderschap. en ze willen gaan naar zelfsturende teams, bijvoorbeeld. Is een, die kritiek is een voorbeeld van een vraag naar het systeem toe. Om zich anders te organiseren, zodanig dat de professional vanuit zijn passie en vanuit zijn talent kan werken. Dat is al gekend via Lalou en zijn Reinventing Organizations. Een tweede voorbeeld is dat heel veel problemen vandaag de dag opgelost worden met de denkkaders van het bestaande paradigma. En, en dat werkt dan niet meer. Ik geef een heel concreet voorbeeld. In het onderwijs, de uitval van leerkrachten, de startende leerkrachten en ook het watervalsysteem. Men probeert dat te verhelpen via videotraining, via nog een assistent erbij zetten. Maar wat blijkt, dat uiteindelijk dat niet opgelost geraakt. Uh, het, het probleem blijft en vraagt een totaal andere denkkader om de, te, het onderwijs te organiseren, om het leren van jongeren te ondersteunen. Een derde voorbeeld zijn de betogingen. De Occupy, de Gilets Jaunes, de Youth for Climate is ook een onderdeel van de transitie. Vandaar dat ik zo blij ben dat die jongeren niet een concrete politieke agenda gaan verkopen, maar eigenlijk gewoon een manifestatie zijn, een eruptie zijn van de emotie die meer en meer stijgt. Verontwaardiging, maar ook hoop, kracht, participatie. De, de, die betogingen zijn een vraag naar rechtvaardigheid, naar een andere samenleving. Dat concrete is een onderdeel. Van een grotere historische ontwikkeling. En we hebben facilitatoren nodig: trainers, beleidsmedewerkers, sociale werkers, leidinggevenden, die zien dat de concrete uitdagingen onderdeel zijn van een historische transitie. En daardoor ga je ook heel andere manieren gaan vinden om daarmee om te gaan. Dat is mijn bijdrage: taal vinden en het kaderen van het concrete in het grotere geheel van de ontwikkeling.